voor het plaatsen van een red notice bericht, of zoals we het noemen, red notice publicatie, heeft Interpol een bepaalde procedure. De nodige informatie wordt dan door de verzoekende staat, en in dit geval was het de Suriname, opgestuurd naar Interpol. En indien Interpol meer of nadere informatie wenst, wordt deze dan opgevraagd aan de verzoekende staat. En de verzoekende staat zal dan uiteraard die opgevraagde of aanvullende informatie dan ook moeten opsturen naar Interpol. Bij die red notice publicatie gaat het dus om een publicatie dat betrekking heeft op het deel van het netwerk welk slechts toegankelijk is voor Interpol-autoriteiten. Waar het nu om gaat is een publicatie voor een publieke website. Dat werd dus verzocht door Suriname. En daarvoor zijn er dan ook andere procedures en zijn er ook andere aanvullend informatie opgevraagd. Dat is dus eigenlijk de normale gang van zaken of de bepaalde procedure waaraan een verzoekende staat moet voldoen. Maar mevrouw Roep, dit is een verzoek geweest om Hoefdraad op de openbare opsporingslijst te krijgen. Maar daarvoor was hij al op de interne opsporingslijst. Blijft hij op de interne opsporing nu dat dit besluit is genomen of gaat hij daar ook weg? Er is dus besloten dat de data met betrekking tot de persoon Gilmour Hoefdraad gewoon volledig verwijderd zal worden. Dus wat we daaruit begrepen is dat hij dan volledig weggehaald wordt op alle websites. Die publieke website en die interne website. Hoe staat het Openbaar Ministerie tegenover dat besluit van Interpol? We kunnen ervan zeggen dat het Openbaar Ministerie sowieso het besluit respecteert van Interpol. Maar het besluit zullen we dan nog nader bestuderen om na te gaan of en op welke wijze hierop naar Interpol toegereageerd zou worden. Maar is beroep mogelijk tegen dat besluit van Interpol? Dus nogmaals, het besluit van Interpol en de mogelijkheden welke openstaan zullen we dan bestuderen en verder bekijken. Daarna zullen de nodige stappen worden ondernomen. Dus als die beroepmogelijkheden er zijn, dan zullen we ze verder bekijken en even nagaan welke stappen we verder willen ondernemen. We gaan het besluit dus verder bestuderen, onder de loep nemen en kijken of welke mogelijkheden er zijn en hoe we zullen reageren op dat besluit van Interpol. Maar wordt het werk voor de opsporing van meneer Hoefdraad voor het Openbaar Ministerie moeilijker met dit besluit? We hebben nog die mogelijkheid waarbij we gebruik kunnen maken van rechtshulpverzoeken. En als hij mocht worden gesignaleerd in een van die andere landen, dan kan het Openbaar Ministerie gebruik maken van rechtshulpverzoeken. Die mogelijkheid behoort tot het instrumentarium welk Suriname ter beschikking heeft om te handelen in het kader van strafvervolging of executie van een opgelegde straf. En in dit geval, meneer Hoefdraad is al gevonnis. En indien we hem hebben kunnen signaleren in een ander land, kunnen we dan dat andere land vragen voor hulp daarbij. De uitspraak van het Hof staat overeen. Hoefdraad is gevonnis en wel op 17 december 2021 na goed te zijn gedagvaard en niet te zijn verschenen tot 12 jaar gevangenisstraf. Tegen de beslissing heeft hij verzet aangetekend. Althans via zijn advocaat. Doch omdat hij niet persoonlijk is verschenen, zoals de wet dat voorschreef, is het verzet vervallend verklaard. Tegen die beslissing heeft hij beroep ingesteld. En dat beroep moet dan nog worden behandeld door het Hof. Nadat het vonnis dan onherroepelijk is geworden, zal die dan ook worden geëxecuteerd. Hoe staat het Openbaar Ministerie tegen het verwijt dat er wordt gemaakt over een politiek proces? Het gaat niet meer om een politiek proces. Het gaat om een proces tegen een gewezen politieke ambtsdrager. Dit maakt het dus niet tot een politiek proces. Het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het juridisch-technische en houdt zich binnen het kader van wet en regelgeving. Dit is dus het primair kader van het Openbaar Ministerie. Het heeft dus niets te maken met het politiek proces.